Hoogzomer in Amsterdam. Terwijl iedereen een reepje zonlicht probeert te vangen, is Martijn van Nellestein al in decemberstemming. Hij is bezig met de opname van Sinterklaas en het raadsel van 5 december. Ze komen eraan! Wacht! Dus u bedoelt dat alle kindjes misschien niet eens allemaal een cadeautje krijgen dit jaar? Start de sequentie maar. We zijn op de plek aangekomen. Ik ben voor de G-krant. Is de G-krant, heb je daar tijd voor? Ja, daar kwam ik niet voor. Ja, daar werd ik naar gesommeerd door Chris. Klopt. Martijn van Nellestein. Frans Woljaber. P. Wel, Frans P. Woljaber. Ja. Martijn, eindelijk krijgen we je te spreken. Ja, het is een drukke dag vandaag. Ja. Ik moet vandaag en spelen en regisseren. Dus het is hectisch. Mag ik dan ook wat moeilijks doen? Wat ingewikkeld met knopjes? Wat valt er nog te vertellen over Sinterklaas? Over Sinterklaas blijft altijd heel veel te vertellen. Het schijnt dat die man ontzettend veel meemaakt in zijn leven. En ook elk jaar eigenlijk weer in de problemen komt als hij naar Nederland toe komt. Hmm. En daar maken we als filmmakers dankbaar gebruik van. En wat is het probleem van 2011? Het probleem dit jaar is dat Sinterklaas en Zwarte Pieten die komen in de gevangenis terecht. Als de Pieten ergens binnenkomen om cadeautjes te brengen, gaan alarmsystemen af. De politie wordt gewaarschuwd en die zien een aantal verdachte individuen bezig zijn in woningen. Ze worden opgepakt, dus ze moeten vluchten. Maar Sinterklaas krijgt het niet voor elkaar om alle cadeautjes op tijd overal te krijgen. Hij heeft daar een oplossing voor. Een manier waarop hij de alarmsystemen kan uitschakelen. En dat is natuurlijk kaasje voor de boeven, want die willen dat ook wel hebben. Goh, ik kan niet wachten. Wat wilt u nou van mij? Pamela Tevens. Ja. Nu als dokter Brein weer. De hoeveelste keer eigenlijk? De 7e keer. Wordt dokter Brein per film steeds slechter? Dat scheelt per film, maar deugen doet ze niet. In hoeverre deugt ze in het raadsel van 5 december niet? Ze heeft altijd snode plannen en ze wil altijd Sinterklaas blokkeren. En het... Meestal lukt het niet. Die cameo's, dat is star-studded, tot en met Gerard Joling, ja. Mind you. Heb jij daar budget voor om ze allemaal te betalen? Nee, want bij ons speelt eigenlijk iedereen belangeloos mee. Zo. Het is een Sinterklaasfilm en iedereen doet graag wat terug voor Sint-Nicolaas. Want iedereen heeft vroeger zijn schoentje gevuld gekregen en nu is het tijd voor de Sint op de cash. Ik heb ooit ergens in een interview gegrild van wat zou je nog wel willen doen? En toen zei ik, nou, ik zou het leuk vinden om een keer in een film mee te spelen. En toen belde Martijn, de regisseur en producent, van ik lees dat jij graag een film... Nou jongen, je mag directeur van het Rijksmuseum zijn. Martijn had mij al de voorgaande jaren ook gevraagd, 2 keer. En dat lukte steeds niet. Ik was echt gewoon, ik zat vol. En dit jaar heeft hij mij al gebeld, volgens mij in februari of in maart. En me toen een datum gegeven. En hij zei van, hou die dan nu ook vrij. En dat heb ik gedaan. En dat is vandaag. Ik ben de directeur van het Rijksmuseum. Doe maar. Ja, nee. Ik ga de nachtwacht beschermen, hè, want die mag natuurlijk niet gejat worden. Nee, zijn snoodaards dat van plan? Och, die dokter Brein, wat is dat toch een vreselijk mens. Ja. Ik ben zijn kittige assistent. Ik ben eigenlijk ook, vind ik hem ontzettend leuk ook, hè, in de film. Aha. Ja, ik zie wel wat in die man. Maar ben je alleen maar mooi en kittig in die film? Nou, ik zeg ook nog iets. Ah. Dat wel, ja. Ik zeg volgens mij minstens 4 zinnen of zo. Dus dat valt te doen. Ik geloof dat ik 3 regels heb. En Marga, mijn assistente, Marga Bult, heeft ook 3 regels. Dus samen hebben we toch mooi 6. Ja, maar ik lees in biografieën van oude Hollywoodsterren, het gaat om de close-ups. Heb je dat bedongen? Ja, I'm ready for my close-up. Is het leuk om elk jaar je zomer te spenderen aan Martijn van Nellesteins hersenspinsels? Ja, dat is enig. En bovendien is het nooit de hele zomer. Het zijn maar een paar dagen. Ja. Dus... Het is leuk, het is gewoon leuk. Waarom zijn mensen bereid van het kaliber Gerard Joling om jou dan te helpen, een vriendendienst te bewijzen? Ik denk dat de belangrijkste reden is dat het gezellig is bij ons op de set. Het is natuurlijk een zeer low budget film, rijk word je er niet van. Nee, zeker niet. Het is puur voor de lol. Het is echt voor de pret. Maar loop je dan niet gevaar als het steeds een vriendendienst is? Ze hebben ook allemaal 3 A4's in het tekst. Dat het allemaal dat het allemaal wat minder serieus wordt genomen dan goed is voor een film. Iedereen die speelt, die gaan wel voor overgave de scène in. Want ik ga een scène niet goedkeuren voordat die erop staat. En voordat we gaan draaien heb ik ook wel gesprekken gehad met mensen. Om te zorgen dat vooral in de wat grotere rollen, dat de persoon die gespeeld heeft ook wel kan spelen. Ja. Weet je, we kunnen niet zomaar iedereen kan wat doen. Gaat de G-krant gezellig mee? Zeker. G gaat mee. Zo, hij glijdt er zo overheen, zie je het? Merk je iets van een gay sfeertje op de set? Dat dacht ik wel, ja. Nou, geef eens wat voorbeelden. Nou, het merendeel
is van de herenliefde. Oh, het valt mij eigenlijk niet meer zo op. Want ik zit natuurlijk regelmatig tussen nichtenfeestjes bij al die musicals. Dus, nou, zes Zorro's waren toch van de vrouw? Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Bij Zorro ging het de goede kant op. Ha, goed. Weet tegen wie je dit zegt. Ja, nee, ik weet het. Ik heb het er met mij allemaal niet uit. Nou kan ik sowieso in de regel verschrikkelijk goed met nichten omgaan. Hoe komt dat? Ja, geen idee. Ik denk door het Songfestival, maar ook Beep al. Het heeft op een of andere manier heeft mij dat altijd achtervolgd. Ik vind het ook niet erg. Ik vind het bijzonder aardige mensen. Daarbij, ik heb zelf ook een broer die gay is. Mijn dochter heeft een vriendin. Dus ik vind het ook altijd hele prettige mensen. En op een of andere manier trekt dat elkaar ook of zo. Ik ervaar die films toch wel een beetje als... Er zit toch wel een roze onderlaag in. Kun je dat niet laten of doe je dat bewust? Er wordt niet bewust een roze onderlaag ingezet, maar ik denk wel dat het de maatschappij van nu is. We hebben een roze maatschappij, daar zit veel in. En daar mag je ook gewoon gebruik van maken, vind ik. Ja? Zit ook veel aan de roze kant zit ook veel humor aan, bijvoorbeeld met Gerard Joling natuurlijk. Ja. Dus het is natuurlijk superleuk om een laag in te bouwen in zo'n film die voor ouders veel humor opwekt. Ja. En die door kinderen nog niet eens zo begrepen worden. Nee. Die hebben dat meestal niet eens door. Maar en voor die kinderen zit er weer een andere laag in. En zo hebben beide doelgroepen, ouders en kinderen, we hebben een hele leuke middag. Ik ben zelf ook homoseksueel. En mijn partner werkt ook aan deze productie mee. Maar dat moet niet de hoofdmoot zijn. De hoofdmoot is dat we een leuke kinderfilm willen maken. Waar en voor homoseksuele grapjes zitten. Voor hetero's, voor jong, voor opa, voor oma. Maar natuurlijk vooral voor de kinderen. Het moet toch iets te vinden zijn. Van wat die gemene dokter Brein van plan is. Hey jongens. Oh, ik heb net een interview gedaan op de J-krant. Hele nare man was. Echt waar? Ja. Daar geef je dan 11 jaar van je leven aan? 8 jaar? Ja. Is er niet een ander verhaal wat je wilt vertellen? Ja, er zijn zeker ook nog wel andere verhalen om te vertellen. Maar op dit moment, een film maken is ongeveer 16 maanden werk. Dat betekent dat als we met de ene bezig zijn, we ook al met de andere bezig zijn. En ik ben nog maar 33 jaar. Ik heb al, ik geloof dat ik de enige regisseur ben die volgens mij 4 jaar achter elkaar in de top 10, in de top 10 heeft gestaan. Of 3 jaar achter elkaar. En dit wordt hopelijk het 4e jaar. Mm-hmm. En dat kost gewoon heel veel tijd. En ik heb nog veel jaren voor de boek om nog heel veel verhalen te kunnen gaan vertellen. Ja. Hopelijk ook in de bioscoop. Ja, maar dan kijken we toch even in die glazen bol. Denk je dan aan een volwassen thriller of een dramatische film? Misschien wel een gay-relevante film? Ja, dat is ook mogelijk. Ik zou nog wel eens misschien wel een gay-gerelateerde film willen maken die gewoon een aantal issues aan de kaart stelt zonder gelijk heel veel controversiële vooroordelen. Zoals bijvoorbeeld een aantal jaren geleden met de film Gay werd gedaan. Dat was een film die echt vol spectrum doorzeefd was met vooroordelen en typische dingen. Terwijl er ook denk ik hele andere kanten te vertellen zijn. Als bijvoorbeeld een Engelse film, The Beautiful Thing. Zo'n soort film zou denk ik in Nederland ook heel goed kunnen. Al zal dat misschien alleen lastig zijn voor de bioscoop, omdat daar misschien een te klein publiek voor is. Ja, nou nu zijn er al heel veel issues getackled in de homo-acceptatiestrijd. Wat is er, stel voor 2012, krijg jij je kans om zo'n film te maken? Wat is dan nog een relevante gay issue? Ik denk dat, dat het nog steeds belangrijk is dat jongeren uit de kast durven komen. Als ik om me heen kijk, het is wel steeds makkelijker. Het wordt ook steeds makkelijker geaccepteerd. Mm-hmm. Maar het is ook voor heel veel mensen nog wel een issue. En het zou ook leuk zijn... ik heb gemerkt toen ik jong was, dat sommige mensen hebben ook toch nog wel vooroordelen erover. Je hebt toch een stereotype beeld over homoseksualiteit en dan zou het leuk zijn als we dat zouden kunnen wegnemen. Tot ziens, dokter Brein. Dag. Dag, jongen. Ik moet nu terug, ik moet zo gaan draaien. Ja, dankjewel. Okay, graag. Tot ziens. Je moet klaarstaan voor je close-up. Ik ga. Wat was die regel ook alweer? Nou ja, komt wel. 5 oktober, de première. Het raadsel van 5 december. Tot ziens. Dat is wat. Dag.